Het aantal COVID-besmettingen neemt schrikbarend toe en binnen de gezondheidszorg wordt alarm geslagen over de afnemende ziekenhuisbeddencapaciteit. Op dit moment zijn er 244 isolatieplekken beschikbaar voor personen die positief zijn getest op COVID-19, zegt internist infectioloog Suraj Harkisun van het Outbreak Management Team. Hij benadrukt dat het soms moeilijk is om mensen te plaatsen omdat er twee typen opvang zijn voor positief geteste personen. Op het moment dat wij dus merken dat er een lijst is met mensen die positief zijn, delen wij dus in waar zij naartoe moeten gaan. En zie je dus dat ze of naar een isolatiefaciliteit gaan of naar een opnamefaciliteit. En ik wil jullie een klein beetje vertellen van wat de capaciteit is in Suriname op dit moment. Op dit moment zijn er voor isolatiefaciliteit 244 bedden of plaatsen, wat verdeeld wordt in het KKF-gebouw, in het Residence Inn Hotel en een deel in Wanica ziekenhuis, wat in het unit van het ziekenhuis nog is. Er zijn op dit moment in totaal 113 ziekenhuisbedden die verdeeld worden over Wanica ziekenhuis. Ook voor academisch ziekenhuis, daar is er een aparte afdeling ingedeeld waarin COVID-positieve patiënten worden opgenomen. Er is een heel faciliteit in het RKZ ziekenhuis die sinds zeer recentelijk in gebruik wordt genomen om mensen op te vangen. En ook het Landshospitaal probeert mensen op te nemen. Niet alleen de isolatieplekken zijn schaars, maar ook met de IC-plekken komen we in problemen, zegt Harkisun. Momenteel zijn er maar 19 IC-plekken beschikbaar, verdeeld over enkele ziekenhuizen. U kunt zich voorstellen met de capaciteit die ik net noemde, is het de laatste anderhalf week soms enorm moeilijk geweest om mensen te kunnen plaatsen op plekken waar ze moeten zijn. En dan kan je nog twijfelen over de isolatie, maar uiteindelijk is het toch het belangrijkste dat er genoeg ziekenhuisplaatsen moeten zijn en intensive care plaatsen moeten zijn om mensen op te vangen die echt zorg nodig hebben. En omdat die vraag zo nijpend is om ziekenhuisbedden te hebben, is RKZ recentelijk heeft bedden aangeboden en merken we dat nu ook het zodanig drukt op onze zorgcapaciteit dat wij merken dat ook we daar bijna niet aan konden voldoen. Dat heeft ervoor gezorgd dat voor het Wanica ziekenhuis een grote tent is opgezet die zeer binnenkort of vandaag of morgen al waarschijnlijk in gebruik gaan worden genomen, waar we toch de mogelijkheid nog hebben om 100 mensen te kunnen faciliteren. Suraj Harkisun, internist infectioloog. Hij sprak gisteren op de COVID-persconferentie over de schaarste aan isolatie- en IC-plekken in het land.